zijn we weer mensen. Welkom bij een nieuwe reviewer op de PTK. We staan vandaag in Roosendaal. Staan we ook wel eens op de nostalgische kermis. Nu staan we ook op de nostalgische kermis. Maar het is de grote kermis van Roosendaal. En als Roosendaal is, dan weet je eigenlijk al een beetje. Het kermisseizoen loopt al een beetje op zijn einde. Nog 2 maanden te gaan in Nederland. En dan is het kermisseizoen voorbij. En dat betekent dus dat we in de aankomende video's, ik ga niet zeggen in welke video, we de publieksprijs kunnen uitreiken. Beste show van 2023. We hebben natuurlijk weer een beste show award. Zowel voor Nederland als voor België. En in de aankomende periode kan je dus wel verwachten dat die uitgereikt gaat worden. Dus ga ik een exploitant overvallen met die beste show prijs. Die dus door mij vakkundig bedacht is. En ook samengesteld is. En ook ook vakkundig bekeken is wie de beste show gaat verdienen. Nou ja. Dat ga je dus de aankomende tijd zien. Misschien dus al vandaag. Dat zou natuurlijk kunnen. Maar ik laat je ondertussen ook gewoon deze kermis hier in Roosendaal zien. Dus mensen, in de aankomende video's komt nog een extra spanningssensatie, baby. Nou, laten we beginnen. We beginnen met nostalgische kermis. Met een beetje water. Een beetje veel water. En dan gaan we naar de normale kermis. En laat ik je alles zien hier. De kap zit eroverheen. Dan kan er weer gezoend worden. Het is de La Papillon van Duits op de nostalgische kermis. Hier in Roosendaal staat er altijd 2 keer, want ja, er is ook altijd een nostalgische kermis. De grootste nostalgische kermis van Nederland. En nu met een grote kermis is er dan ook een nostalgische kermis. Dus staat hier ook. Ja, de kap mag open hoor. Ja hoor. Dus, doe maar open. Ja, knopje. Ja hoor. Hé, hey, daar gaat hij hoor. Dan hebben we hier de Boosjesmolen van Duits. Het regent dat het giet, mensen. Dat is niet normaal. En daar hebben we nog een draaimolen. Daarachter nog Peter Pan's Railway. En daar de Zwanenmolen. We zien hier dus de Peter Pan Railway eventjes in beweging. Dit zijn dus kijkers die erin zitten, mensen. Kijk, je weet wel dat ze naar video's kijken. Heel volwassen allemaal. Lijkt wel mij. Kijk eens eventjes. Ja, die hebben nou een zin hoor. Even wachten, we doen de laatste ook natuurlijk nog eventjes. We zien hun zelf straks terug op YouTube in de Peter Pan's Railway. Nou, dat is echt een stukje sensatie hoor, mensen. De volgende grote vermaakzaak en dus de eerste groot vermaakzaak op de gewone kermis. De hedendaagse kermis. Al zou je dat niet verwachten, maar hij heeft natuurlijk best wel een redelijk nostalgische look op de LED-verlichting na dan. Het is de El Mundo van Thomassen. Een Noël vlug. Staat op een schitterende plaats. Maar daardoor is het ook een klein beetje weggedrukt. Je moet echt helemaal naar de kop van de kermis lopen. Wil je deze als dat je echt zien staan. Maar mooi hoor. Een mooie plaats. Dat wel. Vorig jaar stond hij niet op de markt, maar hij staat gelukkig nu weer op de markt terug, want daar hoort deze attractie. Turbopolieper, Hans van Tol, bekendste polieper van Nederland. En terwijl de mensen in de Turbopolieper even wat aquafun erbij krijgen, wat natuurlijk wel bij het thema van de attractie hoort, staan wij even te schuilen en kijken we naar de machine die aangezwengeld wordt. Lekker op, baby. Het is nog steeds de beste en mooiste polyp van Nederland. En zeker als het gaat om Monster 3 polyp. Maar ik vind Monster 3 polyps vind ik sowieso veel mooier als al die bakken polypies. Met alle respect naar de bakken eigenaren. Van de polypies dan, zeg maar. Niet van de bakken eigenaren, want dan krijg ik zo meteen half Nederland over me heen. Maar ja, ik ben ook bakker. Ik bak elke ochtend broodjes. Ja, ja. Alles aan de kassa, mensen. Lekker op, baby. Hier een hoekje Jackie Bootsma met de Dubai, die ik dus verwachtte in Luxemburg, maar staat dus in Roosendaal. En daarnaast de Beach Jumper, waar er daar al eentje zo lekker, kijk eens, op en neer gaat. En op en neer gaat. Kijk, ja, die moet nog een beetje leren springen natuurlijk, want ja, niet iedereen kan dat gelijk als die jongens. Ik wel natuurlijk, maar goed, ik ben natuurlijk ook gewoon een natuurtalent. Sapterrein natuurlijk wel. De familieachtbaan van in Roosendaal is die van Buwalda, de grote familieachtbaan, want ze hebben er namelijk 2.
Maar de kleine stad voor mij in Alkmaar op dit moment. Kan je een reportage van zien op het kanaal van Jarno Kermiskit. Kijk even, vind je leuk. En de grote stad is hier in Roosendaal. Pindakraan, de Moulin Rouge zonder de geile danseressen. En dan deze fototentjes, die komen ineens kei heel snel op, zeg maar, op de Nederlandse kermis. Je ziet ze in één keer overal tussen staan. Ze staan er een beetje tussen en dan denk ik, ja, zou ze nou echt lopen? Geen idee, maar het is echt bizar. Elk gaatje wat nog op de kermis is, die worden ongeveer overal volgegooid met deze tentjes. En terwijl ze een tijd weg zijn geweest op de kermis, zijn ze dus nu ineens weer terug overal. En dan zie je misschien ook nog net de Crazy Dance van Bakker, de WIP hier, gebouw bij Colmax Plus. Net hebben we overgestoken, we zijn door de tunnel gegaan en we komen hier aan de andere kant van het spoor aan met de kamelenrace en de suikerspinkraam. En daar hebben we nog een oliebollenkraam van Tini Paashuis. Lekker baby, ja het is al paas, ik heb de paastak al staan hoor. En dan gaan we verder naar de rest van de kermis hier. Rescue van Van Hees, ik was glazen dolf, 2 etage hoog. Dan hebben we achter de Jumbo en hier hebben we dan Babysport. De Jumbo is de Crazy Flying Jumbo van Ropers. Of ja, Duursma, zo kan je het ook wel zeggen. En dan daar weer naast. Ja, als je zo meteen misschien nog wel een shotje van de Jumbo. De autoscooter van Hinze. Kijk, hier even het tweede shotje van de Jumbo. Ja, dat is natuurlijk leuk, even een shotje erbij. Lekker vliegen in de Jumbo. In de olifant. En dan zijn we nu ineens weer terug bij de autoscooter. Hinze die al jaren hier in Roosendaal staat. Vroeger altijd met de Future World, wat onder Hinze de mooiste autoscooter was van Nederland, naar mijn mening. Maar de laatste 2-3 jaar zat hij er met deze autoscooter. Je weet wel, die autoscooter die ze toen tijd overgekocht hadden uit Duitsland. Nadat ze de New York Sound Blaster ook al weggedaan hadden, hebben ze deze ervoor teruggekocht. Nou, dit is toch wel. Dus informatie hier wel hebben mensen. Zag je dat die dames wilden niet in beeld? Ja, dat is toch jammer hè. Als je in de autoscooter zit en de grote ster staat hier, dan zit je gewoon in beeld hoor. Na de grote knal bij de autoscooter omdat er iemand vol op zijn bek klapte omdat het wat glad was. Ja, dat is een beginnersfoutje natuurlijk. En wie de dames die willen op de foto, maar die zitten nou in de video. Weer zo'n fotohuisje dan. En de glijbaan van Roels de Tobogan. En dan draaien we door richting Speel de Milk van Martens. Tu voulais aller, hypocrisie d'enfant, les verres sont cassés. Hier kan je aan de thee en aan de overkant kan je dan weer aan een bier bij het feestcafé en allemaal spul. Met de zanger erbij. En dan kan je ook wijn drinken. Ja, hier gaat het dan over rode wijn, drink rode wijn. Maar liever hebben wij natuurlijk witte wijn. En die gozer staat daar, die zal er even een klein stukje mee nemen. Ja, die heeft natuurlijk ook betaald voor deze reclame. Nou jongens, zingen wij dan gaan we. Drink rode wijn. Drink witte wijn. Vergeet je al je zorgen. Ja, lekker baby. Ja, zeker. Want dan denk je niet aan morgen doen. Oh ja, ik zou zo kunnen presteren mensen. Jackie Bootsma heeft ook nog zijn koffie meegenomen en wel in de XXL versie. Zegt ze vriendin trouwens ook wel eens dat hij een XXL versie heeft. Maar daar gaat het natuurlijk ook over de koffie. En dan daarnaast natuurlijk de mini op de plusie.
Boosterback van de Voer op een bredere plaats waar hij normaal gesproken staat hier in Roosendaal. Ik vind het een veel mooiere plek en als je vanaf de markt komt lopen, loop je er ook recht op af. Veel beter dus en hij lijkt hier ook een stukje groter als op de andere plaats, moet je eerlijk bekennen. Boosterback is gebouwd bij Fabri. Van 55 meter hoog hoor. En een booster die ook nog steeds lekker vol gas gaat en dat doen ze ook niet allemaal meer. Als spookhuis Ghost Villa van Sipkema. Kijk eens, daar komen ze lekker zwaaien naar buiten zeker. Oh ja, die zijn bang hoor. Ja hoor, ja hoor. Dat zie je gewoon. Kijk wel, het mega lunapark van Remen. Net regende het eventjes en toen dacht ik, nou laat ik even wat extra shots maken. Dus je krijgt nou een special te zien van de binnenkant. Met allemaal sfeerbeelden hier in de Cakewallen. Let's go mensen! Breakdance nummer 1 van Hoefnagels, oftewel de part 2 natuurlijk, met die nog gewoon dwars door beeld, niet te geloven. Het is de tweede breakdance van Hoefnagels dus, want daarom heet hij part 2, maar het is een type nummer 1 breakdance. De middenton is gerestyled, hij is nog rood, hij is nu dus gerestyled blauw met sterretjes erop. En, ja, nano verlichting erin, nano led verlichting. Ja, ik vind het er gaaf uitzien. Sommigen vinden het niet mooi. Ze zeggen ja, het is te modern. Maar ik vind het vet. Ja, geef mij nano verlichting. En ik ben natuurlijk wel om. Ik vind het vet. Hele gave toevoeging. Ik ben benieuwd hoe deze breedte zich in de toekomst uit komt te zien. Want ik verwacht er nog wel wat bij. Nee, het showtime baby moet je zeggen, want dit is namelijk de showtime van Frans van der Wiel, Nederlands mooiste echterbunner, met ook best een goede rit al mensen, ik hou er altijd wel van deze showtime. Het kan natuurlijk maar één de beste zijn, dat weet je van mij, maar dit is wel een plaatje. World of the Living Dinosaurs van Veldhuis en dan draaien we door de Police Academy van De Haan. De tweede trampoline en dan daar tegenover weer een glijfkraam, want dat is voor mij ook al de derde of zo. Ja mensen, het is een heel discussie hè. Kan hij wel of kan hij niet? Nou speciaal voor de BBB en voor ChristenUnie, SGP en noem het allemaal op. Wij nemen ze extra in wild. Kijk die balletjes even lekker, kijk hier mensen. Heerlijk! Ja, de plusje penis. Ik hou ervan. Alleen maar van die plusje penis hoor, wees niet bang. In ons café is het gezellig, kom zing maar mee. Nou, ik kan heel mooi zingen, dus iedereen zingt mee hoor. Spinhouse Adventure By.
van Spelbring. Het nieuwste funhouse van Nederland. Met loopparcours ervoor. Nou ja, wat willen nog meer mensen? Nou, dat weet ik wel, maar dat is wat anders dan een funhouse. De echte topper voor Roosendaal is dit, de Toxic van Niek Monen. Vroeger was het de Speedflip. Heeft hij ook nog wel eens in Roosendaal gestaan, hè? Speedflip. Op de Nieuwe Markt toen. Maar ja, ook een aantal jaren als Toxic. Zo ook dus nu. Turbo. De coaster van Buwalda als muisbaan. Het is een grote muisbaan gebouwd bij Revenson. Een kleine muisbaan hebben ze overigens ook, dat is de Magic Mouse. Nou, tegenover de muisbaan nog de miniscooter die vanavond niks te doen heeft. Het is natuurlijk iets te laat. En dan hier nog een keer de Pink Date zien we dan. En dan hebben we hier de Snowjet van de Veen, Snowjet nummer 1. Dat zie je aan de tussenwand die erin zit. Die zitten bij de 2 niet in en bij de 1 wel. Lasers erin en ik zie allemaal moving heads. Het is toch een plaatje om naar te kijken. Hè? En het duurt even, maar als hij dan vol gas gaat, dan gaat hij ook echt volle gas. Ja, echter voor mij zijn deze ritten niet zo heel fantastisch. Geef mij de swingbob maar van Mobron. Die gaat veel vaker vol gas. Als deze Snowjet. Maar ja, ik heb de expert wel eens horen zeggen in een interview. Mijn klanten vragen om deze rit. Nou ja, helaas. Dan ben ik geen klant van de Snowjet. Echter blijft natuurlijk wel een plaatje om naar te kijken hoor. En dat was de kermis van Roosendaal. Het was een, ja, op zich een nette kermis. Alleen je merkt wel... Roosendaal heeft ook last van het grootvermaaktekort. Hier en daar waar vroeger grootvermaakzaken staan, staat nu niks. Sowieso gaat in opstelling, behoorlijk gaat in opstelling ook zo af en toe. Als je van de nostalgische kermis naar de normale kermis loopt bijvoorbeeld. Maar ook in de straat bij het kermiscafé. Er zijn hier en daar wat gaten, bij de kamelenrace ook bijvoorbeeld. Ja, die hadden opgevuld kunnen worden. Alleen ja, die kunnen nu niet opgevuld worden. Omdat er een ja, tekort is aan... zaken en met name grootvermaakzaken. Ho 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 mensen, wacht even, dat gaat bijna fout hè, toch ja, Justin? Ja, ja nou Patrick is de beste show vergeten, dus ik wil even nog benoemen. De beste show van vandaag is een showtime hier achter ons. We hebben een goede show vandaag. Ah, ik weet inderdaad niet wat hij allemaal aan het doen was, maar elke keer als hij beneden was, rook! Echt niet normaal. Microfoonshow, echt geweldig hè. We hebben ook net een rit gedaan trouwens, ja, hè? Ja, een toprit. Ja, wat vond je ervan? Ja, een toprit. Een goede rit. Geen chaos, maar wel een goede rit. Maar inderdaad, heel veel rook! Ja. Hij kan het ook, mensen. Maar voor de rest was het weer netjes. Het was druk, maar niet heel druk. Deze meneer... hij komt hier met een pusje penis. Dat is niet te geloven, mensen. Ja, als er nog niet genoeg SGP en ChristenUnie is en BBB, dan is het nu wel. Hij stond eerst al te pissen mensen en nu loopt hij zo met zo'n plusje penis door zijn gul op, loopt hij zo. Had je het op beeld trouwens, cameraman? Goeie cameraman heb ik toch, hè mensen. Nou, abonneer op dit kanaal als je dat nog niet gedaan hebt. Volg natuurlijk ook even de podcast, de enige kermispodcast die er is. Op jouw favoriete podcastplatform. En binnenkort zijn we terug vanaf een nieuwe kermis. Een buitenlandse kermis kan ik alvast vertellen. En we gaan misschien toch nog even naar Duitsland. Want er werd een vraag gesteld. Ik was eerst niet van plan, maar misschien kan ik een vette combinatie maken. Look out, here we go. Ik stap nog even snel in de Snowjet. Oh nee, dat is al te laat.